Schriften klaarleggen, boeken klaarleggen en we zijn er helemaal klaar voor. Laat ze maar komen. Om even voor 8:30 werd de computergestuurde schoolbel na 6 weken weer ingeschakeld. En we luiden even de bel. Dus het is nu officieel, we zijn begonnen. 2015-2016. Op deze school begint het nieuwe schooljaar met het vertellen over de vakantie. Een basis om te starten en ik denk ook dat dat voor iedereen weer leuk is en gezellig. En een beetje ontspannen sfeer voordat we weer echt aan de slag gaan. Nou, eerst even luisteren naar elkaar, vakantiebelevenissen uitwisselen. Natuurlijk wil ik graag van de kinderen weten wat ze gedaan hebben. De kinderen willen ook graag weten wat ik gedaan heb. Dat betekent dat iedereen tot aan de pauze zijn vakantieverhaal kwijt kan. Ik ben op vakantie geweest naar Spanje. Naar Moviepark. We zijn nog een keer naar de zee geweest en een beetje thuis gehangen. Wel, nou flink gefietst en daar laat ik het bij. Kinderen naar school betekent ook dat veel ouders opgelucht ademhalen. Hoe blij ben je dat ze weer naar school zijn? Heel blij. En ze waren echt aan toe. Ja. Dat zeiden mijn ouders vroeger ook altijd. Toen dacht ik van ja, jullie zijn gek, ze zijn er echt aan toe. Hoezo dan? Ja, ze begonnen zat te worden thuis. Ruzie en zich vervelen. Dus op naar school. Mooi. In dit stukje van Brabant is het nieuwe schoolseizoen al begonnen. Het seizoen 2015-2016. En dan mag je maar één vraag, kan je maar één vraag stellen. Hebben jullie er zin in? Ja! Volgende week volgt de rest van Schoolgaan Brabant.